Nou ja, Juvederm is eigenlijk de merknaam van verschillende producten die onder de Juvederm categorie zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld Juvederm Voluma, Juvederm Folift, Juvederm Volbella. En die hebben allemaal een bepaald werkingsprofiel en ook verschillende indicaties daarvoor. Ja, nou ja, het voordeel is, het is een A-merk. Worden heel veel patiënten zijn daarmee behandeld. En volgens mij is het ook de marktleider in de hyaluronzuren. En ja, goed, het is een echt goed, zeer goed product die, ja, die goede resultaten bereikt en die ook veilig is. Nou, nadeel is het is een A-merk. Dus dat betekent dat hij best prijzig is in de inkoop. Ja, dat is wel een nadeel. Nou, Juvederm kan je met name voor gebruiken voor ja, eigenlijk vrijwel alle indicaties. Daar is, voor elke indicatie is wel een Juvederm product. Ik gebruik bijvoorbeeld met name Juvederm Voluma, wat een volumizer is, om bijvoorbeeld voor oudere patiënten die, ja, die niet goed te behandelen zijn met Sculptra of GDS. Je hebt Juvederm kan je dus met name, je kan het voor de lippen gebruiken, je kan het voor de traangoot behandelen, afhankelijk van welk middel je kiest.